Goedemorgen beste kijkers. Welkom bij een nieuwe aflevering van Tour de Tietema. Vandaag staat de eerste echte serieuze test in het Tour de France op het programma. Finish bergop naar Planche de Bellevue. Deze ochtend had iemand uit ons team een iets te grote mond. Waardoor wij eigenlijk niks anders konden dan een ultieme test. Gaan we dat maar doen denk ik. Ik had het zo gedaan. Gijs, je had het niet zo gedaan. Denk je dat je het harder had gekund dan ik gisteren deed? Oh, harder weet ik niet, maar nee, dat denk ik ook niet. In ieder geval met minder gezeur. Gijs, er is maar één manier om het goed te maken. Dat grote waffeltje van jou van gisteren, even op zijn plaats zetten. Planche de Bellevue. Moet haalbaar zijn. Dat grenzeloze vertrouwen van hem, hè? Zo mooi. Als je het haalt, fixen wij de klansenus vandaag. Nou, deal. Maar je mag zodra je voetje aan de grond zet, is het niet gehaald, hè? Nee, is goed. Ik vind het nu al mooi. Ik heb beter gewoon mijn mond kunnen houden. Ja. Voorbereiding, heb je veel getraind afgelopen maanden? Ik heb koers gereden, elke donderdag koers, dames en heren. Heb je ook profs erop gelegd toevallig? Ik heb er wel een paar... koud laten staan. Ik heb er wel een paar Conti-rennetjes opgelegd, ja. Ik zal de teams niet noemen, maar ze weten wie het zijn. Ik denk in ieder geval dat het met de helft van het geklaagd kan. En mensen, stuur al je vervelende vragen dan naar de klantenservice die dag. Voetje aan de grond is falen. Ga geen voetje aan de grond zetten natuurlijk. Ja, ik zou de laatste 100 meter zit er 20% of zo. Nee, is grind ook hè. En ik denk dat het haalbaar is voor mij, of niet? Ja, zeker. Met wie belde je net, Gijs? De grote dingen van het type. Die zei dat het een makkie was. En jij noemde het een koffierondje. Ja, ja. Dus dat moet wel lukken denk ik. Vertrouwen hebben we in ieder geval. Ja, dat is wel te horen, ja. Ben je een beetje nerveus, Gijs? Ja, nee, totaal niet. Heb je ooit voor zoveel publiek gefietst? Dat nog niet, maar ik denk dat ik er heel snel aan wen eigenlijk. Ja? Ja, ik ben wel bescheiden. Ik blijf wel bescheiden, dat is wel... Dat is wel een pluspuntje voor jou, dat is wel fijn. Wel een beetje zuinig met mijn fiets, hè? Zeg maar nou dan. Misschien moet je de klantenservice even bellen. Ja, dit is niet zoals het hoort. Gijs, ga je ook mijn Garmin meegeven? Oh, je wil mijn rit hebben zeker natuurlijk. Je wil dat je een beetje uitlopen voor je vriendjes ook. Ga jij vandaag nog tempo maken? Ja. Die planche gaat zichzelf niet beklimmen en het is niet lang meer open. 7 kilometer, hoe lang gaat hij erover doen? 40 minuutjes, wat is het doel? Wat de kom. Dat is de kom. Als ik daar langs geweest ben, ligt er helemaal geen grind meer op die berg. Wie's idee was het om deze jongen mee te nemen überhaupt? Ongetwijfeld mijne. Kijk, Gijs, ben je klaar voor? Geen magnesium. Nee. Dat is maar voor een uurtje hè, een uurtje kan het prima. Uurtje. Heeft geen magnesiumjootjes, dat ga ik niet halen. Nou, je hartslag is nu al 96, zie ik. Het is vrijdagochtend, hoe voel jij je normaal op de tijdstip? Ja, brak, heel brak. Donderdagavond hè? Geweest, donderdag? 9e cirkel, het feest, Gouden Vust, vaartje, Ocean, Sunny Beach. Ja, laten we dat maar doen inderdaad. Ben jij er klaar voor? Zeker! We staan aan de voet van Planche de Bellevue, plank van de mooie vrouwen. Altijd goed hè, of niet? Gijs, die uitspraak Born Ready, die is gemaakt voor jou of niet? Die schijn ik zelf geschreven te hebben, ja. 8 kilometer klimmen, volgens mij 7-8%. Ja, 8,8, dus ik vind 7 tot 8 prima. En de laatste kilometer zit nog een gravelstrook. 24% is die maar. Ja, ben je er nog steeds klaar voor? Ja, kijk, weet je, ik laat me niet bang maken. Cijfers. Nee, voetje aan de grond is klaar hè? Tenzij het hinder is die ik niet zelf heb veroorzaakt. Is een advocaat moeten worden in plaats van die klantenservice van ons, ja. En wanneer je het haalt, dan mogen wij een dag op de klantenservice werken. Ja, gaan we doen. Nou, die beetjes eerst losdraaien, we zijn nog niet begonnen hè? Ja, het is lunchtijd hè, dus ik lust er wel een paar. Ik hoef niks meer te doen als schoolleider, dus, denk ik vandaag. Daar heb ik van een ervaren prof de tip meegekregen om de eerste 3-4 kilometer van de klim rustig aan te doen. En daarna moet je zeg maar all-out te gaan, dus ik denk dat ik daar aan vasthoud. Hey, daar gaat die klim beginnen en dan wil ik gewoon focus op jezelf. Daar gaan we Gijs, daar gaan we, kom op! Wat me wel een beetje zorgen baart, is dat ik nu al bijna op mijn kleinste verzet zit. En dit zeg maar de voet van de klim is. Hij zit nu al op het lichtste verzetje, hè? Het is vroeg, het is te vroeg. Dit is te vroeg, hè? Dat is te vroeg. Hoe gaat het? Hier denk ik 13-14%. De eerste kilometer zitten hele zware stukken in, zoals dit. En hier komt een stukje makkelijker. Komt een stukje... Weet je waar het dan omhoog loopt? Kijk. Oeh, zit er kramp in of wat is dit? Hey, heel goed Gijs, je hebt er gewoon weer een paar gepakt. Maar vergeet niet dat het nog 5 kilometer is hè? 5! Wat dacht jij dan? Ik dacht wel dat ik er was. Hé Bas! Hoe het gewoon weer uitgemaakt voor Bas? Kom door je postuur. Een heel smerig knipoogje was dat. Van Gijs? Ja. Je bent ongeveer op de helft. Echt nu al? Ik vrees dat ergens dus ook nog gaat komen. Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Oei, oei, oei. Ja. Op Gijs. Kom maar, jongen. Het is zwaar, hè, onze kroegtijger. Hij staat toch liever biertjes te tappen dan de harken zo op deze weg. Dan de harken hier op de berg. Maar er zit wel karakter in de man, daar kun je weinig van zeggen. Gijs, hoe gaan we? Ah, goed. Helemaal niet zo aardig. Ga je het halen? Ja, denk het wel. Ik vrees wel een beetje voor het laatste stukje eigenlijk. Druk hier, man. Hey, ik wil geen geklaag veel horen, hè? Nee, nee, nee. Ik heb ook best wel veel plezier in eigenlijk. Oh, oké. Okay. Aan het eind van deze toch een best in een lekker barbecueetje eigenlijk. Klein pilsmannetje. Oh, daar gaat het ook wel in, denk ik. Ik denk dat het nu gaat beginnen. We gaan er nu echt aan beginnen, Gijs, kom aan. Laatste 2 kilometer. Aan het publiek zal het niet liggen, Gijs. Nee, nee, zeker niet. Maar ik heb op zich een goede cadans te pakken, denk ik. Oh, deze bocht. Oh, dit is snel. Je wil zo'n stijlstukje, hè? Ja, oh, moet je kijken voor je. Top, Gijs, nu gaan we gravelen, jongen. Hey, het gaat gebeuren, jongen. Je gaat het gewoon doen. Kom maar aan. Kom op, jongen. Een beetje schrik voor dit laatste stuk eigenlijk. Ja, dat geloof ik. Ja. De auto mag niet verder op het beginpad. Dat is het snel, hè? Gijs, we gaan aan het beginnen, jongen. Oh. 24%. Oh. Moet lossen. Gaat-ie? Hoe was het? Ja, het laatste stuk. Het laatste stuk is echt heel stijl. Klasse, jongen. Klasse gedaan. Die laatste 2 kilometer. Ja. Die gaat je niet in de koude kleren zitten, kan ik je vertellen. Zijn het wel een van de zwaarste fietskilometers die je hebt gedaan? Ja, by far. Het is ook een beetje mul. Dus je glijdt een beetje weg met je stuur, een beetje corrigeren, kost ook allemaal weer kracht. Kun je nog wat zeggen tegen de mensen thuis? Of tegen Josse in het bijzonder? Nou, tegen Josse zou ik willen zeggen. Ik denk dat ik de helft minder heb gezeurd tegen de mensen thuis. Probeer het ook eens. Ga ook eens een berg op fietsen. Zou ik mij af willen sluiten. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Jojo, de groeten. Je moet niet naar je hoofd stijgen nu, hè? Oh, de famous, dames en heren. Ex on the Beach volgens het seizoen.